Hey guys, 3 keer raden waar ik ben. Hangen we touwtjes op. Want het Alfa bestaat 15 jaar. Dus hier is van alles te doen. Er zijn daar ergens kanoën. Wat ze hier aan het doen zijn, zou ik niet weten. Maar het ziet er ook leuk uit. Voor de vlog van deze week even een update van hoe het nu gaat met de epilepsie. Als jij zelf net erachter bent gekomen dat je epilepsie hebt of wat dan ook. Misschien helpt het je. Misschien heb je er niks aan. Ik denk, ik laat het toch even zien. Ik heb een paar punten op een rijtje gezet. En ik ben nogal aan het schipperen met medicijnen. In week 1 zagen mijn medicijnen er zo uit. In week 2 zagen mijn medicijnen er zo uit. En ook in week 3 heb ik daadwerkelijk de medicijnen aangepast. Dat zag er zo uit. In week 4 heb ik de medicijnen weer aangepast. En ben ik tot de volgende situatie gekomen. Na week 4 heb ik contact gehad met een neuroloog. We zitten nu in week 5. En in deze week heb ik de medicijnen aangepast naar... En waarom nou al deze aanpassingen? Tja, eigenlijk om een hele simpele reden. We met een zoekdag bezig zijn waarbij we proberen natuurlijk aanvalvrij te worden, waardoor ik weer auto kan rijden en dergelijke. Tweede reden van deze wijzigingen is eigenlijk dat ik heel veel bijwerkingen kreeg van de huidige situatie. Dus er was gewoon aanpassing nodig. Ik kreeg namelijk aften in de mond, ik kreeg zweertjes, ik kreeg ontstoken tandvlees. Dat is al heel erg verbeterd nu, dat is al bijna weg. Of eigenlijk helemaal weg. Ik kreeg er ook een extreem droge mond van, waardoor ik echt een mondgel moest gaan gebruiken. Kortom, het was best ellende. In die weekjes heb ik me ook echt minder gevoeld. Ik had veel hoofdpijn en ik was echt ziekeneurig. Ik had een burn-out, depressie, ik was bij verkouden, dus al met al was het niet zo heel prettig. Maar goed, er zit dus verbetering in en ik hoop dat het de goede kant op gaat. Mensen, ik hou jullie op de hoogte.